dat komt elke keer weer leuk doen. En als ik iets zeg, erg ik me dood aan zijn antwoord. Ik ben gewoon nooit met hem eens. Met zijn argumenten. Hij is gewoon niet voor reden vatbaar. Ben? Hm? Ja. Hm? Kom, we gaan. Ja, maar hij praat ook nog steeds zo raar. Net als toen hij bij ons in de klas zat. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Hé, maar wil je ook wat drinken? Ja, lekker. Doe maar cola of zo. Oké, is goed. Wat is dit? Shit! Amy! Aim! Wacht nou even, Aim! Amy! Aim, stop nou! Amy! Ik kan het toch uitleggen? Aim! Amy! Aim, stop nou! Hoe lang heb je al gevoelens voor me? Waarom heb je niks gezegd? Ik weet het niet precies. Weet je, het gebeurde gewoon. Jij zei dat je die jongen uit de andere klas leuk vond. We doen altijd leuke dingen samen. Weet je? En ik merkte gewoon dat ik jaloers werd. En ik wil je helemaal niet kwijtraken aan een ander. Nou, en toen... Nou, toen ging ik nadenken en toen... Ja, toen kwam ik erachter dat ik je leuk vind. Maar... Echt leuk. Waarom heb je nooit eerder gezegd? Had je niet in de gaten dat ik die jongen echt niet leuk vond? Ik kon alleen maar aan jou denken. Fan, vind je geweldig. Ik wil al mijn tijd met je doorbrengen. Toen ik het boekje zag, schrok ik. Het overviel me. Opeens komen al mijn dromen uit. Ik wist niet wat ik moest denken. Ik was super blij.